Nou, waar is die Nasser vandaag dan? Aan het eten. Aan het eten? Wat zeg je nou weer? En wat anders? Nee, ja, hij heeft gewoon ineens last minute afgezet toch? Last minute, okay, sorry guys. Kom erbij! Ja, joh, die keeper kan niks. En dan laat ik ze zien. Wat zeggen ze dan? Ik kan mijn ballen niet tegenhouden. Je bent te dik, dit pad. Ik vind dat ik de positiefste ben. Als je met de goal mist, zeg maar, weet toch? Sommigen zeggen, nee, ik kan niet, dit, dat. Ik zeg, nee, joh, maak niet uit. Volgende gaat wel erin. En, dus vriend. Lekker, man. Ben je klaar voor? Heerlijk, man. Ik gooi deze naar jou toe. Je gooit deze omhoog. Vang deze, gooi naar mij terug. En dan vang je die weer. Kerstin. Tak, hup. Zie? Oké, goed, hup. Als ik thuis ben, dan denk ik gewoon vaak over de wedstrijd, hoe het was gegaan voor mij. En dan mis ik wel dat ik de redding wel kon maken, maar ik durfde niet. Dat is eigenlijk mijn punt. Ik durf niet te duiken. Ik vond het eng, snap je? Dat is het gewoon. Dat is het gewoon. Ik vond het gewoon eng. Ik ga niet hard spelen bij jou. Dus ik wil even kijken wat er gebeurt. Ja, want we hebben het over duiken gehad. Oh, dat is het probleem met duiken. Durf het niet. Het is soms van, je weet wat ik bedoel. Ja, maar eigenlijk is het ook gewoon een kwestie van doen, doen en doen. Ja. Dus als jij het op een gegeven moment op een bepaalde manier aanleert, dan heb je daar vertrouwen in. Ja, dus daarom is dit misschien alleen maar goed. Ja, zeker. Ja, toch? Dus duur heb je mee. Verdomme, je hebt op kickbox gereden. Huh? Zeg je nu van... Ja, ik denk deze is voor de duur van die bank. Ja, deze is voor de duur van niet die te duiken. Hap. Hop. En gaan. Zie je zijn strekmoment? En dan zeg je niet van, ik ben bang om verkeerd te vallen. Wat kan er gebeuren? Wat ben je bang voor wat er kan gebeuren? Vieden. Ja, wat moet er gebeuren? Vertel het mij maar. Want ik weet het niet. Verkeerd neerkomen. Ja. Nou, dan heb je er even 10 seconden last van. Dan is dat ook weer weg. Misschien moet je het ook gewoon doen. Gewoon gaan. Ja, gewoon gaan. En dan ervaar je het zelf. Als je gaat nadenken, dan is het fout. Als je niet nadenkt en je gaat gewoon staan en je probeert gewoon die bal te pakken, ga je het ervaren. Dan gooi je hem af. Daarna af. En gooi je hem verder. Ja. Dus daar. Hup. Hup. Terug. En gaan. Hup. Juist, Noppie. Rustig aan. Zet hem maar af. Daar. Hup. Juist. Snel terug. Snel terug. Snel terug. Voor die bal langs. Voor die bal langs. Daar. Juist. Haal die bal weg. Doe hem maar af. En voor die bal langs. Ja, daar ga je. En hoog. Hup. Juist. Klasse. Zoals jullie kunnen zien, ja, dat is mijn straat. Vroeger was het echt, echt heftig, man. Hier was het soort van de kooksnuiven en de allerlei gekke dingen. Daar zo waren een paar groepjes. Er waren alleen maar gekke dingen hier in de buurt. Waar gaan we naar, dat is goed. Ja, en hier is eigenlijk onze hangplek. Hier zo. Arm, ik heb je even nodig, alsjeblieft. Ja. Nee, jij hebt niemand nodig. Jij zit allemaal in jezelf. Jij valt er gewoon in. Het zit allemaal in jezelf. Maar hoe? Gewoon... Ja, gewoon lekker duiken, man. Daar komt direct een bal. Spring maar naar die bal. Spring maar. Jump. Goed zo, jongen. Juist, Jump. Jongen. Ja. 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 Ja, kijk. Wat beter. Nu valt hij ook. Blunder maken, dan ben ik wel even teleurgesteld. Dan denk ik van shit. Baby Reus, je hebt die bijnaam van een vriend gekregen, maar hoe zit dat precies? We waren bij de McDonald's. En toen kwam een andere gast met een auto en die zei, kom gaan voor een rondje rijden, maar... Ik zei nee, omdat mijn vader al uit de McDonald's kwam. Hij ging gelijk naar de auto, dus ik zei van Simo, kom, gaan we gewoon lekker naar huis. En morgen is weer een dag. Dus mijn nee, ik ga gewoon lekker rondje rijden. Ik zeg hem, oké, is goed. Laat me weten, morgen.
En toen werd ik wakker om 9 uur. Ik wilde de Ahoy-prik gaan doen. En kwam ik bij de deur en ik zag al gelijk foute boel. En ik dacht, wat is daar aan de hand? Dus ja, ik ben daar naartoe gegaan en en zeiden gelijk, ja, hij is overleden. Hij had een auto-ongeluk. Er kwam een liedje. En hij vond het leuk om met zijn hoofd uit het raam te gaan. En de eerste keer was het gewoon goed gelukt. Hij ging weer terug in de auto, maar daarna wilde hij nog een keer gaan. En toen kwam hij tegen een paal aan. En dat was een beetje heftig. Het raakt me sowieso wel. Maar ja, wat kan je eraan doen? Ik zal hem altijd dragen. Hey yo, check. Mensen denken dat ze weten hoe ik in elkaar zit. Ik dacht het niet. Dit is mijn pad. Mijn leven is weg. Mijn gevoelens. Big two, check. Dat is hoe ik ben en dat is hoe ik zal blijven. Ik hoef alleen een pen, ik kan alles voor je beschrijven. Mijn pad, mijn leven. Het kent alleen maar feiten. Soms ben je cash. Ik noem met wie ik zal stijgen. Maar dit is voor iedereen. Maar ik spit het nu uit mijn hart. En alles wat ik nu vertel is meegemaakt op mijn pad. Mijn ziel, mijn leven en mijn hart en mijn eigen manier. Als ik een blunder maak, ja, dan ben ik wel even teleurgesteld. Chaos. Alles gaat, alle draadjes in mijn hoofd gaan crisscross, gaan zigzag, gaan kruisen met elkaar. En dan gebeurt er iets in mijn hoofd en dan denk ik van shit. Kijk, die eerste goal. Boer. Dat is Erik. Oh, hij was wel ook echt gewoon boos. Ja, ja. Ik had eigenlijk helemaal geen in zijn handschoen gooien. Ja, zo, man. Ja, man. Het kostte ons zeg maar, meer energie om hem zeg maar, in die wedstrijd te houden dan waar, dat we kunnen focussen op zeg maar, echt die wedstrijd spelen. Snap je? Hij zei, bro, we hebben gewoon 5 minuten daar gestaan van hé, hey, Nasser, man, niet stoppen, dit, dat, kom op, man, is niet erg en zo. We vonden het ook niet erg, maar hij pakte het dan gewoon echt persoonlijk gewoon. Ondertussen is het gewoon een beetje gewoon standaard geworden dat het gebeurt, dat hij gewoon pissig wordt. Wat een keeper fout maakt. Hi. Nou, ik ben Nasser. Katja, welkom. Ja. Goed dat je er bent. Ooit eerder iets gedaan met een sportpsycholoog? Nee, nog nooit. Nee. Een sportpsycholoog is eigenlijk bedoeld om ja, je sportprestaties te verbeteren en te zorgen dat je lekker in je vel zit tijdens het sporten. Tijdens het voetbal in jouw geval. Volgens mij schreef je na een fout of na een blunder. Ja. Dan zak ik helemaal in elkaar. Ja, dan wil je meer kunnen ontspannen. Ja. En weer ja. Want door nu, kunnen gaan. Want nu als ik een blunder maak, ja, dan ben ik soort van een. Dan boeit mijn wedstrijd die niet meer eigenlijk. Dus dan is het eigenlijk gebeurd? Het is gewoon eigenlijk gebeurd. Oh, okay. Dan heb ik helemaal geen zin meer om te spelen. Dus het gaat meer over wat je tegen jezelf zegt? Ja, en niet zozeer wat anderen tegen je zeggen? Ja, ik hou mij heel erg uit mijn spel door mezelf. Ja. Iedereen heeft zo'n, ik noem het altijd een stemmetje in je hoofd. Of een soort monstertje in je hoofd, ja. Toch? Ja. Wat alleen maar negatieve dingen zegt. En helaas zijn onze hersenen zo geprogrammeerd dat we heel vaak alleen maar focussen op die negatieve dingen. Ja. Toch? Ja. En als jouw teamgenoten dan zeggen, joh, ga gewoon door, je hebt het wel goed gedaan, dan hoor je dit niet eens. Nee. Toch? Nee. Ik wil een, stel je voor dat er zit een touw tussen ons in. Net alsof, ja. En die gaan we, daar gaan we aan trekken. Gelukkig is het geen echt touw, want jij bent veel sterker dan ik, denk ik. Kom maar, doe maar. Tussen ons in is een ravijn. En dat monstertje, dat ben ik, die wil je eigenlijk in het ravijn trekken, toch? Dus wat ga jij doen? Terugtrekken, toch? Harder trekken. Ik ga, blijf trekken en ik blijf tegen jou zeggen, oh, wat slechte keeper ben je, je kan het niet. En die blunder had je anders moeten doen. Je bent echt geen goede keeper. Dat is vervelend, hè? Ja. En jij blijft steeds harder trekken. Maar de monster gaat ook steeds harder trekken, toch? Ja. Dus dat werkt niet, dat trekken, want je eindigt in het ravijn. Toch? Je verliest het hele spel, je bent niet meer gefocust. En jij blijft trekken, en ik ook. Toch, het monstertje blijft, ja. Blijft eigenlijk de rest van de wedstrijd die blunder terughalen. Was echt slecht. Wat kun je doen? Ik weet het eigenlijk niet. Wat kan je doen behalve trekken aan dat touw? Doorknippen. Goeie. Kan hem doorknippen. Of kan hem gewoon loslaten, toch? Loslaten. Kan ook. Ja. Toch? Ja. Dan trekt dat monster niet meer aan je. Ja. Dus wat kun je doen als al die gedachten door je hoofd gaan? Loslaten. Ja.
I'll drink my liquor. The world's getting sicker. Quicker is the eye, watch him die. Get the picture. Progressie, zeker. Alleen de progressie niet in dit, maar duiken, andere dingen. Meer leven. Meer leven. Ik heb scheid.